Dinsdag 12 september vond het mini-toernooi tussen de Old Stars van NEC en Schalke 04 plaats. Voorafgaand aan de wedstrijden wisselden Bert Gieben van NEC Old Stars en Martin Max, coach van Schalke en oud-prof van de Duitse formatie, shirts uit tussen beide teams. Daarna speelden de Old Stars op de Eendracht. Beide ploegen waren het spelletje niet verleerd. De dag werd afgesloten met een uitgebreide lunch, waarbij de afspraak werd gemaakt om binnen afzienbare tijd de oversteek te maken naar Gelsenkirchen voor de return.